Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo beschikt sinds kort over een swabunit. Het is de bedoeling om hiermee de spreiding van COVID-19-positieven in Suriname beter te monitoren. De swabunit is een extra faciliteit naast de eerder geopende controlepost van het AZP. Sinds kort is er een swabunit hier geopend bij het AZP. Vanwaar het idee, vanwaar het initiatief om zo'n swabunit hier te openen? Vanwege de stijging van de COVID-aantallen, de COVID-positieve patiënten in Suriname, zijn we genoodzaakt om laagdrempeliger te gaan swappen. Zoals je weet hebben wij vanaf het begin van COVID hebben wij een checkpoint hier. Maar die checkpoint is voornamelijk bedoeld om de mensen die de spoedeisende hulp moeten bezoeken te screenen op COVID-klachten. Dus je begrijpt dat we niet iedereen konden swappen. Nu is het zo dat het ministerie van Volksgezondheid dus een beroep doet zodat er meer swappunten worden geopend. Dus hebben wij besloten om ook een swabunit precies naast het checkpoint te plaatsen. Omdat er ook mensen komen die graag geswap willen worden, maar met milde klachten. Weliswaar kunnen wij het niet gewoon openstellen als een drive-thru. Want je ziet zelf hier, er gaat genoeg verkeer langs, ambulances rijden langs. En we moeten geen vertraging hebben in het screenen van de echte spoedeisende gevallen. Dus wat we dus hebben gevraagd, we hebben een telefoonnummer ter beschikking gesteld van de huisartsen. Dat zij bellen om een afspraak te maken voor hun patiënten. En dat ze dan volgens de afspraak komen. Degene die geen afspraak hebben, gaan we niet zomaar wegsturen. Als het druk is, gaan we je vragen om een ander tijdstip of een andere dag terug te komen. En als het niet druk is, dan willen we je wel helpen. Wat is het resultaat tot nu toe? Van het aantal aanmelden hier, we zitten al boven de 100 sinds de start van maandag. Als de gemeenschap gebruik wil maken van zo'n unit, wat moet zo iemand precies doen? Dus in principe is het belangrijk dat je contact opneemt met je huisarts. En dan gaat de huisarts ons contacten. We hebben een speciaal nummer voor de huisartsen, die we jammer genoeg natuurlijk niet bekend kunnen maken, omdat het bestemd is voor de artsen. En de huisarts appt of belt voor een afspraak voor die patiënt. Hoe ziet het proces eruit? Dus vanaf de persoon zich hier aanmeldt en totdat de persoon weer weggaat. Dus als er een afspraak is gemaakt met de huisarts, je komt op je afspraak, de tijd dat is afgesproken. Je gaat dus eerst gescreend worden door de artsen bij de checkpoint op basis van je klachten. Je wordt dan direct ingevoerd. Zoals u ziet hebben we nu tablets gehad van gesponsord door Assyria. We zijn ze heel dankbaar daarvoor. Je wordt dus gelijk ingevoerd in de landelijke database. Daarna word je dus verwezen naar de swabunit. Er wordt een temperatuur gedaan, je zuurstofsaturatie wordt gemeten, je ademhalingsfrequentie. Want blijkt toch nog dat je bepaalde waardes hebt van je vitale functies, word je toch weer verwezen naar de checkpoint. Om bij de checkpoint zijn er dus mensen die wat zieker zijn, die toch wat uitgebreider onderzoek nodig hebben. En die worden dus wel besproken met de dienstdoende infectioloog. Maar de mensen die niet zo ziek zijn, dus die bij de swabunit geswapt worden, die gaan naar huis. En binnen 2 dagen worden ze gebeld door de centrale van 178 voor een resultaat. Wat zijn de openingstijden van die swabunit? De openingstijden zijn van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Natuurlijk moet je niet 8 uur 's avonds hier komen, maar laten we zeggen dus een kwartier nog voor sluiting dat je nog een afspraak kan krijgen. Wat is uw oproep naar de samenleving als we kijken naar de stijging van de COVID-gevallen? Dat ze zich moeten houden aan de voorzorgsmaatregelen, vooral de jongeren. Dat ze bij elkaar hokken en dat ze geen masker aan hebben, geen handhygiëne toepassen. Kijk, zo vaak gaat men ervan uit dat vrienden, familieleden me niet kunnen besmetten. Maar juist, voor hun moet je ook bang zijn, want zij weten soms niet eens dat ze ook besmet zijn. Dus iedereen moet je nu gewoon zien als een COVID-positieve of een kandidaat om COVID-positief te zijn. En je moet ten alle tijden je handen goed wassen, reinigen met alcohol en je mondmasker op. Ook zelf thuis moet je proberen om die afstand proberen te houden en regelmatig je handen wassen.